En de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft gisteren haar 31-jarig bestaan herdacht. In dat kader heeft het bestuur een discussieavond georganiseerd met als thema journalisten en staatsmedia. De SVJ-voorzitter Vishmahani Thomas gaf aan dat deze discussieavond was georganiseerd omdat journalisten werkzaam bij de staatsmedia niet konden of wilden meedoen aan de boycott van de vicepresident na het incident met journalist Jason Pinas. Het doel van de avond was om de rol van journalisten die werkzaam zijn bij staatsmedia onder een vergrootglas te plaatsen. Het panel bestond uit Glenn Truideman, Ricardo Carot en Raoul Abisoina. Wij brengen u fragmenten van de avond. Veel mensen denken, of er zijn mensen die denken, dat dat niet kan, dat een journalist niet zou kunnen functioneren bij een staatsmedia. Ik heb zelf bij de SDBS ook gewerkt en bij de SRS. En ik vind dat. Oké, dat kan. En ik vind dat wel kan. Iedereen die is zijn omgeving, de mensen waarmee hij omgaat, waar hij geboren is enzovoort, dat is zijn referentiekader. Iedere journalist heeft dus een eigen referentiekader. Een journalist, twee journalisten zullen één geval op twee manieren kunnen verslaan. Een staking ergens, de zoon van een directeur die journalist is, zal dat iets anders verslaan dan de werknemer die ook journalist is, maar diezelfde staking. Dat hangt van je referentiekader af. Zie daar al het verschil. Het waren gewoon de laatste jaren, dan wel maanden, waarop het een beetje fout begon te gaan mis met die inmenging. En niet zozeer om die redactionele lijn hoor, meneer Pijp. We hadden, het is net wat Ivan zegt, journalisten zijn in het veld. En we gaven hen de ruimte om als je iets ziet. En wij proberen ook achtergrond te hebben, omdat we ook die mensenmaatschappijpagina, rubriek hadden. Dus daarom was die krant ook toen gevarieerder. Ik zeg niet dat het nu niet is, maar ik denk dat het door die opkomende media, want onze dreiging was ook, je kon niet meer focussen op een krant om die uit te geven. 'S morgens mensen kwamen de krant. Die internet begon al in zwang te komen, dus je moest dan gaan competen en de waarheid was nog niet zo ver. Kijk, mijn basisprincipe als directeur nu, wat wij hanteren, en dat is een understanding die wij als directie en zeker de raad hebben, is dat, kijk, nieuws brengen, nieuws maken, heeft een kader waarbinnen je moet opereren. Ja. Als je daar binnen blijft, mag het komen. Ik zeg, u als geïnterviewde of als journalist, verslaggever, u kent de voorwaarden. U gaat de item niet brengen bij de STVS, waar u bijvoorbeeld komt zeggen dat, ik zeg het voor de forum, de president gek is. Ja. Of Amma in law. Okay. De SVJ-voorzitter kijkt terug op een geslaagde avond. Iedereen kon iets leren, want de journalisten hadden verschillende visies en denkwijzen, zegt Thomas. Ze geeft aan waarom het van belang was om deze discussieavond te organiseren. Ten eerste, het is 31 jaar SVJ, dus we kunnen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En het is een eerste activiteit van de SVJ als jong bestuur. En omdat er een onderwerp speelde onder staatsmedia, journalisten verbonden bij staatsmedia, er werd zelf aangegeven, ze zijn niet volwaardige journalisten of ze konden niet ondersteunen, moest deze discussie worden gehouden. Hoe kijkt het veld ernaar en naar? En er zijn heel goede argumenten naar buiten gekomen. Ook ik heb heel veel eruit geleerd van hey, hoe moeten we naar zaken kijken en hoe kan je inderdaad ondersteunen en hoe moeten we naar, hoe moet men in principe verder gaan wanneer het gaat om een boycotten. En het onderscheid is ook duidelijk uitgelegd. Journalisten verbonden bij een staatsmedia zijn journalisten. En ze doen hetzelfde werk. En één ding wat zeker naar buiten is gekomen, naar voren is gekomen, is dat er mangel uit bij een particuliere of bij een staatsmedia. Er vindt nog altijd wel ingrijpingen plaats door eigenaren en er vindt nog altijd enige censuur. Of je mag bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp niet schrijven of een verslag daarover doen. De SVJ-voorzitter gaf nog aan dat het nieuw bestuur zal werken naar evenementen die een terugkerend karakter hebben.
Dit kan in de vorm van trainingen, workshops of discussieavonden. The sky is the limit, aldus Thomas.